Jordi en ik zijn in Amersfoort. What? Want we gaan tekenen voor ons huis. We gaan nu... Hoi! Voor het eerst sinds we onze koopovereenkomst hebben getekend, kijken in het huis. Maandag gaan we officieel tekenen en we mogen nu nog even het pand in om te kijken wat we eventueel nog kunnen aanpassen, wat niet heel veel is. Niks. Niks waarschijnlijk, vrezen. We hebben een nieuwbouwproject, maar omdat het heel laat weer opeens op de markt is gekomen, ligt bijna alles al vast. Wat natuurlijk heel jammer is, maar tegelijkertijd het voordeel is dat je niet 3 of 2 jaar dubbele last hebt, want dat hadden we nooit kunnen doen op deze manier. Dus ja, we hopen gewoon dat het allemaal een beetje verstandig in elkaar zit. Met logische keuzes. En dan passen we nog aan wat nog kan. Kijk wat ik net als cadeau heb gekregen. Een roze sleutelhanger met This Must Be The Place. We komen hier onze thuiswerkplek binnen. Heerlijk. Het hoge plafond. Nog helemaal vies natuurlijk. En dit is waar de keuken komt. Ziet er allemaal super netjes uit. Deze vloeren zijn nu nog gewoon helemaal onbewerkt beton. Daar komt een betonlook vloer overheen. Hier gaat onze eettafel komen. En hier gaat onze bank komen. Pretty. Loop ik er nog een naar boven. Onze slaapkamer. Heerlijk. Hier is een nisje bij het raam. Ook weer hele hoge plafonds. We willen de plafonds dus zo houden. Dat vinden we heel cool. Want hieronder ligt een betonvloer. Op de verdieping hieronder. En hier komt een houten vloer. Dus dat vonden we wel een hele coole hotelachtige vibe. Hier is dan een plek voor een bad. Onder een raam. Het is nu gewoon allemaal nog beton, beton, beton. Want het is allemaal helemaal nieuw. Hier is nu een douche opening gemaakt. Maar we willen eigenlijk heel graag een dubbele douche. Maar ze hebben dit toch al gestort. Dus dat is een beetje irritant. Zo loop je met nieuwbouw toch tegen dingen aan die ja, je toch anders wilde. En daarna zelf moet oplossen. Hallo, hallo. Ik ben op kantoor en ik ben tussendoor even wat huisdingen aan het doen. Dus ik dacht, ik film het even. Misschien vinden jullie het leuk om een beetje mee te kijken. Ik ben namelijk een bestelling aan het doen voor kledingkastdeuren en een kitchenette die in onze thuiswerkplek komt. Er komt een klein soort keukenblokje met alleen een afwasmachine erin, een hele kleine en een wasbak. Maar dan hebben we daar super lekker onze eigen servies en kunnen we alles daar heel netjes houden. En zitten we niet te sjouwen met dingen naar de keuken die een verdieping hoger is. Ons huis is heel erg in de hoogte, dus de verdiepingen zijn best compact. Maar het ziet er wel heel leuk uit dat je inderdaad meerdere verdiepingen hebt. Dus dat is wel heel tof. Ik heb echt heel veel onderzoek gedaan naar mooie kledingkasten en keukens en waar ik die nou het beste kon vinden. En eigenlijk kwam ik toch de hele tijd wel uit bij dat IKEA gewoon hele goede binnenkanten maakt. En dat producten zijn die 10.000 tot 100.000 keer getest zijn. Die zijn gewoon heel erg goed. En je komt anders toch ook al snel in een hele andere prijskategorie terecht. Waarbij ik dan niet zeker weet of het beter is. Dus toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar een mooie IKEA indeling voor een kledingkast en die kitchenette. En dan toffe frontjes die we van een andere plek halen. En er zijn echt allerlei bedrijven die dat heel mooi aanbieden. Zowel in Nederland als in Scandinavië. Ik moet wel zeggen dat het vooral Scandinavische partijen zijn waar ik echt wel van onder de indruk was. Ik ben nu hier aan het kijken bij AS Helsingo. Maar er zijn er natuurlijk echt talloze. Dus het is maar net welke stijl jij mooi vindt en wat bij jou past. We neigen dus naar deze blush tint voor de kitchenette. En dan deze bruin-grijze tint voor de kledingkasten. Ik vind dit blauwe bijvoorbeeld ook heel erg leuk.
Ook met een marmeren blad bijvoorbeeld. Specifiek hier vind ik het mooi dat het allemaal van die hele vergrijste tinten zijn. Dan kun je dus je hele kast zo bouwen. En dit zelfbouwonderdeel vind ik dus heel leuk. Het is een soort volwassen mensen sims. En ik zou het echt wel leuk vinden als je dit met je hele huis zelf kon doen. Er is natuurlijk allerlei software om zelf je huis in te richten en een soort 3D tekeningen te maken. Maar vaak is dat toch wel best advanced en dingen die ik niet goed kan als niet technisch persoon. Maar dit daarentegen wel, dus dat vind ik heel leuk. En zo, daar ben ik dan de hele tijd mee bezig. Ik ben ook bezig met de badkamertegels. En dit is wat ik op het oog heb. Even googlen hoor. Met één hand filmen en één hand typen is niet het allermeest efficiënt. Deze tegel had ik gezien bij Interkodam, een tegelwinkel in Amsterdam. En hoewel ik die best prijzig vind, hebben ze ook waanzinnig mooie dingen. Dus ik was wel meteen op slag verliefd op deze. En ik heb toen heel erg gezocht van, zijn er nog alternatieven? Is er misschien nog iets anders wat hierop lijkt in een andere prijskategorie? Het valt best mee, maar ja, tegels kunnen natuurlijk echt al heel budget-friendly via Google te vinden zijn. En dat is deze gewoon niet. Het heeft me niet meer losgelaten. Ik ben er echt maanden loop ik al met deze in mijn hoofd rond. En nu wil ik denk ik toch wel echt verder met het bestellen. Alleen kom ik er dus achter dat dit vooral voor grotere oppervlakken gebruikt wordt. Dus een groot keukenblad of een tafel of muren of dat soort dingen. En we hebben een badkamervloer van 8 vierkante meter. En dat is nou niet echt waar dit bedrijf volgens mij heel erg op zit te wachten. Maar ik hoop dat het toch lukt. Dat is deze tegel. Wat ik er heel mooi aan vind is dat die heel mat is. En de terrazzo is dus best wel grof en groot. Zitten Jordi en ik in de auto. We zijn op weg naar een plek waar we een keukenblad uit gaan zoeken en een blad voor de kitchenette. Een klein keukentje bij onze thuiswerkplek. We hebben twee hele mooie bladen op het oog. Eentje wordt een restblad van een waanzinnig project waar ze nu een hele badkamer in die steen kleden. Ik laat het jullie zo zien. Echt sick. En op onze houten keuken komt een grijs blad met een het is best een rustiger blad dan we eerst in gedachten hadden. Maar het ziet wel mooie marmeren lijnen in. Het is een beetje grijs met aderen. Met grijs met een beetje wit en ook wel aardetinten erdoorheen. Wordt denk ik heel mooi. Die gaan we nu even in het echt bekijken. We kunnen, omdat een van de twee zakelijk is voor onze werkplek, kunnen we nog een afspraak maken. Dus dat was heel fijn. Benieuwd wat jullie ervan vinden. Het huis wordt echt zoveel concreter allemaal. Had ik al verteld dat we gisteren een mail hebben gekregen dat we de datum voor de oplevering zo goed als zeker is. Dat zou dan 3 maart zijn. Dus het begint nu echt opeens echt te worden. Zoveel zin in, hé? Niet normaal. Ik heb toch het idee dat we nu best wel on track zijn met alles. Terwijl ik me de hele tijd het gevoel had dat het veel was en dat ik achterliep. Maar volgens mij gaat het gewoon wel goed komen. We hebben ook eindelijk de offerte van de aannemer gekregen deze week. En die ziet er gewoon heel netjes uit. Het zijn hoge kosten, maar ja, dat kost het gewoon allemaal. Er is niet echt ruimte om te onderhandelen verder, dus daar gaan we ook mee verder. Dus het voelt nu alsof we er wel goed bovenop zitten. We krijgen nu de kans om zelf even rond te lopen in de loods. En dit wordt dus het letterlijke blad wat we gaan kiezen voor de keuken. Wow, dit was echt een fantastische ervaring en super mooie dingen gezien. We zijn nu nog een beetje aan het twijfelen over één blad. Of we daar een zwart marmeren blad doen of dat wildere blad. Die is wel of wat lichter, waardoor het weer wat meer grijs wordt. Of er zit een soort groentint in als je hem nat zou maken. Of dus zou impregneren en dat vinden we minder mooi. Dus heel even nadenken. Ik ben benieuwd ook wat jullie zeggen.
We hebben ook die met die gespikkelde, beetje roze en grijs tinten erin. Die is ook wel heel mooi. Dus stof tot nadenken. Hallo! Inmiddels heb ik een heel leuk nieuw aankoopje voor mijn huis binnen. Ik ben dus in plaats van de grote lijnen me heel erg aan het focussen op detailzaken. Dit is een sieradenbakje, of je kunt het natuurlijk voor van alles gebruiken. Van een meisje dat volgens mij in Nederland woont. En ze heeft een Instagram account dat heet November Hands. En ze maakt dit zelf en ook hele mooie keramieke mokken. Het is echt handwerk, dus dat vind ik gewoon fantastisch om te supporten. En een leuke andere ondernemende vrouw die haar eigen business heeft. Er is nog genoeg te doen qua grote beslissingen, maar aankleden en inrichten blijft toch wel het allerleukste van verhuizen natuurlijk. Ik ga bij deze IGTV afsluiten en in de volgende neem ik jullie mee in een tour door het huis zoals het er nu uitziet. Dus nog helemaal leeg als één groot betonblok, maar wel met alle kamers erin natuurlijk. Ik zal die ook staand filmen, omdat dat denk ik toch een stukje fijner kijkt. Dus dan ben ik beter voorbereid. Ik hoop dat je deze leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel snel. Tot in de volgende. Doei!